Welkom, dag nummer 13 van de challenge van Fitness Lounge, de CrossFitness Challenge. Vandaag een wat langere workout. We hebben namelijk een groot aantal herhalingen die we moeten maken van drie soorten oefeningen. De drie oefeningen, daarvoor heb je nodig een bankje of een verhoging. Ik heb twee steps, twee flessen water of twee dumbbells van 2 tot en met 8 kilo. En eventueel een matje voor de buikspieroefeningen. Niet noodzakelijk, maar is wel prettig. De eerste oefening is de push press. Of ik moet eigenlijk zeggen shoulder press. Daarvoor 2 flessen water of 2 dumbbells. Voor aan je schouders, rustend op je schouders en vanuit daar recht omhoog duwend. Als je het naar voren houden vervelend vindt, mag je ze ook open draaien. En vanaf daar gaan pushen. Staan 40 herhalingen achter elkaar. Daarna ga je naar het bankje en hebben we 50 dips. Als je het niet zwaar vindt, hakken naar voren en vanuit daar 90 graden zakken door je armen. En duwen. Als je het wat zwaarder vindt, in een iets makkelijker variant, voeten dichtbij. En dan kan je iets helpen met je benen om omhoog te tillen. 50 stuks. Dus 40 push press, 50 dips. Daarna 10 vierds. Oefening voor de buikspieren. In een V vouw je jezelf omhoog. Armen achter je hoofd met de grond aantikken. Je hakken over de grond aantikken. En vanuit daar met je handen naar je tenen toe bewegen en aantikken. 10 stuks. In je tweede ronde doe je precies hetzelfde, maar dan in plaats van 40 shoulder presses, doe je 50 shoulder presses, 60 dips en 20 V-ups. En dan in je derde ronde komen bij alle oefeningen weer 10 herhalingen. 60 shoulder presses, 70 dips en 30 V-ups. Dus je begint met 40, 50, 10, 50, 60, 20, 70, sorry, 60, 70. En 30. Yes? Die hele workout is weer voortijd. Totale tijd even noteren. En als je dan een keer wil in de toekomst, kan je weer hermeten en kijken of je vooruit bent gegaan. Succes met dag 13.